We kennen Niek ook als iemand die door, door zijn loopbaan heen wat lange tijd nodig heeft gehad om gewoon te excelleren. Of die tijd hem in de Formule 1 ook gegund is. Dat moet je gaan afwachten, want het is een keiharde wereld. Nick de Vries, want ook voor hem is het natuurlijk zo dat hij nu heel veel vergeleken wordt met zijn teamgenoten. Hoe heb je naar zijn eerste drie races gekeken? Nou, Nick is zo'n mooi voorbeeld dat je teamgenoot kan wel een referentiepunt zijn, hè, maar het is geen eindstation. Hè. Het is niet zo dat als hij de volgende keer sneller is dan Yuki, dat hij denkt van, nou ben ik er. Nee, absoluut niet, want als Yuki toevallig een fout gemaakt heeft en een slechte ronde heeft en daardoor staat hij voor hem op de startopstelling, daar gaat het niet om. En had je dan nu al meer van hem verwacht? Of is dit een beetje naar wat je van tevoren had verwacht ten aanzien van zijn teamgenoot en ten aanzien van deze wagen? Ja, nee, dit is wat ik had verwacht. Dus ik had sowieso verwacht. Ik heb dat ook hier en daar regelmatig gezegd. Laat Niek minimaal gewoon misschien wel een half jaar gewoon met rust. Laat die jongen zich eerst eventjes goed inleven en invechten in de materie. Kijk, ga je een dag testen, dan krijg je vaak long runs. En dan krijg je de gelegenheid om gewoon dingen keer op keer te doen. En dan rolt er altijd wel een snelle ronde uit. Maar als het echt een kwestie is van oké, that's it. Hier heb je nu gewoon dat setje banden en laat het nu zien. Dan heb je vaak met die kwalificaties dat je dan nog een kans krijgt. Je krijgt twee kansen en dan moet je er ook wel staan. Dus er zijn een heleboel rijders die weten op maandag precies wat ze moeten doen. Maar ja, daar red je het niet mee. Je kan ook niet op 2 januari je vuurwerk afsteken. Je moet er gewoon staan wanneer je er moet staan. En als je dan naar zijn toekomst kijkt, zie je hem ooit in de toekomst voor Red Bull rijden? Want dat is natuurlijk uiteindelijk het traject waar elke Red Bull junior in zit. Dan. Ja, nou ja, goed, hij is niet per definitie een Red Bull junior natuurlijk. Toen hij in de Formule 1 stapte, toen werd hij in Red Bull junior, zeg maar. Hij komt niet, hij heeft natuurlijk andere trajecten afgelegd met McLaren en met Mercedes en noem maar op. Ik denk dat Mercedes heeft erg veel moeite gedaan om te zorgen dat hij hier en daar een Formule 1 stoel kreeg. Dus dat siert ze wel, dat ze gewoon die loyaliteit aan hem hebben getoond vanwege zijn prestaties in de Formule E en op andere vlakken. Dus dat is heel mooi. Maar of ik hem in de toekomst dat zien doen, dat is moeilijk om dat nu te zeggen. Omdat hij heeft het materiaal niet om te laten zien hoe goed hoe goed hij eventueel niet is. Dat zeg ik over mijn eigen carrière ook. Ik heb nooit kunnen laten zien hoe goed of hoe slecht ik was, weet je. Als je het materiaal niet hebt, is het heel moeilijk om gewoon het beste uit jezelf te laten zien. Maar we moeten niet vergeten dat Max natuurlijk ook niet in de beste auto begonnen is. En Russell ook niet, Alonso ook niet. Dus die hebben bij mindere teams laten zien wat ze waard waren. En die kans is nu aan Niek. En zie je hem dan nog voor een ander team rijden eventueel? Vind je dit de juiste keuze uiteindelijk geweest? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk niet zoveel keuzes. Hè? Als je een professionele voetballer bent, dan zijn er over de hele wereld denk ik een miljoen plaatsen beschikbaar. Omdat je natuurlijk bij iedere topteam een selectie van 20, 30 man hebt. Maar hier heb je gewoon 20 man. En als je geluk hebt, ben je een reserverijder, laten het dan 40 zijn. En dat is op een hele wereldselectie. En om daar deel van uit te maken, dan moet je echt wel scoren. Want als jij je de gelegenheid krijgt op de score en je scoort niet. Dus als hij nu niet presteert en gewoon resultaten hoef je niet uit te leggen. Winnen hoef je niet uit te leggen. Dus als hij straks 7e of 8e wordt, dan is dat gewoon goed. En hoef je niet uit te leggen. Maar om gewoon mindere resultaten met excuses. En soms ook terechte excuses. Maar daar luistert niemand naar.